Jouw favoriete nummers in de NPO Radio 2 Top 2000? Ga naar nporadio2.nl en breng je stem uit. Vanuit het Top 2000 Café luister je naar de Top 2000 stemfinale dag. Je kan nog tot 5 uur vanmiddag je lijstje inleveren via nporadio2.nl. Dan maken we de balans op en dan maken we de top 10 rond 6 uur bekend. Ja, ja, en dan zeggen wij daar. Die dag. Die vorig jaar natuurlijk een behoorlijke verschuiving in de top 10. Weet je nog? Danny Vera die ineens binnenkwam op nummer 4. Daar ben ik ook benieuwd naar. Wat hij nu doet. Zou hij nog hoog komen, denk je? Nou, ja. Ja, die weet je niet. Wat denk jij? Ja, ja. De top 3 zou moeten kunnen, maar ja, welke moet dan wijken? Ik weet het niet. Het is wel een blijver. Ik denk top 10 sowieso. Ja. En zou dat ook gaan gelden voor de plaat die we nu gaan horen, live hier in het Top 2000 Café, de mannen van Direct. Woehoe! Goedemorgen. 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 Hebben jullie al een kratje bier erop ingezet? Of niet? Of die de Top 2000 gaat halen? Nee. Nee? Nee, we hebben geen kratje bier erop ingezet. Nee, maar omdat het ongeluk brengt, je wilt niet jinxen? Of is het iets wat totaal niet belangrijk is eigenlijk? We laten ons graag verrassen. Ja. Nou ja, het moet raar lopen. Soldier On is natuurlijk wel echt een nummer dat voor altijd op de een of andere manier aan dit jaar verbonden is. Hè? Ja, ja, ongetwijfeld. Zo breed dat het gedragen is en zoveel liefde dat we daarvan terug hebben gekregen. Dat is heel bijzonder om te mogen ervaren. Ja. Ja, ik vertelde het een week of twee geleden nog in die Top 2000 quiz. Want toen vroegen ze mij naar mijn favoriet van het afgelopen jaar. Maar is er één nummer dat heel erg troostrijk is gebleken voor luisteraars? Toen noemde ik Soldier On, omdat ik ook heb gemerkt dat het echt zo heeft gewerkt het afgelopen jaar. Ja, ja man. Wauw. En ik vertelde ook dat ik me nog goed kon herinneren dat jullie, zo lang is het ook niet geleden, ik ben wel een tikje vergetenachtig, maar zover hoefde ik niet terug te gaan. Maar jullie kwamen het nummer doen, dat was nog pre-corona, en toen vertelde jij van ja, het maakt me eigenlijk helemaal niks uit wat er met dit nummer gebeurt, want deze kwam echt uit je ziel, hè, uit je tenen. Ja, kijk, je weet nooit hoe het gaat als je een liedje uitbrengt of brengt of schrijft, en je schrijft het altijd met een zuivere intentie, en dan is het out of your control. En in dit geval werd het zo breed gedragen. En dat is echt zo'n wonderschoon cadeau dat we hebben gekregen van alle mensen in Nederland. Zoveel mooie reacties gekregen. Zoveel, net wat je zegt, het bood heel veel troost. En dat was, ja, ik vind het heel moeilijk het is wauw. Ja, en dat is het ook. Het is een wauw nummer en jullie gaan hem nu doen. En dat vinden wij te gek. Live in het Top 2000 Café, Direct en Soldier On. Ja, gezondheid. Dank je. Ja, maak jij het ook een linda. Soldier On! Van het NPO Radio 2 Top 2000 Stembureau. Goedemorgen. Ja, vanuit het Top 2000 Stembureau. Ja, ik hoorde het. Helemaal ontroerd. Ja, nee, ik snap het. Soldier On is gewoon het mooiste nummer van 2020. Prachtig nummer. Ja. En het is ook zo grappig, want ik merkte ook dat toen ik nu weer stond te luisteren, ik denk, het is toch weer anders dan alle vorige keer dat ik hem gehoord heb en live gehoord heb ook. Nou ja, precies. Dat is even een bespiegeling van mij. Nee, ja, dat klopt. Hey, Colinda, maar heb je hem ook meegenomen in je lijst als je de mooiste vindt van 2020? Ja, natuurlijk heb ik die meegenomen in mijn lijstje. Die wel. Jongens, dank jullie wel. En straks nog een Top 2000 koffer. Moesten jullie lang vergaderen welke het moest gaan worden? Nee, dat ging heel snel. Ja. Van een band die we gewoon kikker vinden. En dat zou je dadelijk wel horen, maar we gaan even gas geven. Oh, je mag het wel verklappen, joh. Dat vind ik. Ja? Ja. Gaan we het verklappen? Ja, doe maar joh. Okay. Hoe heet hij ook alweer? The War on Drugs. Oh. Red Eyes, omdat onze ogen nog lang niet wit zijn vandaag. Ja, Red Eyes van War on Drugs. Ik heb er nu al zin in. Tot zometeen. Straks meer Direct dus hier in de Top 2000 Café. Zeg Colinda, ga je nog stoppen met roken of niet? Ik ben al een jaar gestopt met roken. Ik dacht even ergens zo'n verborgen rokershoesje te horen. Nee. Ik zat echt met ontroering te luisteren. Ik vind het zo'n mooi nummer. Ja. Dan weten we dat maar zeker. Maar een jaar en houdt het een beetje vol? Makkelijk, dat gaat goed. Oh, dat gaat goed. Dat gaat wel goed. Ja, maar het stemmen op de Top 2000 niet zo. Maar soms dat was wat moeilijker. Ja, want je bent een liedje vergeten, begrijp ik. Ja, verschrikkelijk. LTD met Back in Love Again ben ik vergeten. En ik word er zo vrolijk van. Ja, daar wordt eigenlijk iedereen wel vrolijk van, geloof ik. Dus daar gaan we hem even draaien. Misschien dat het andere mensen weer op goede gedachten brengt. Ja, precies. Heel even voor de stembus, waar kom je vandaan? Uit Vught. Vught, ja, oké. Zetten we daar nog even een vlaggetje neer. Dankjewel voor het bellen en een mooie maandag, hè? Jazelfde, dankjewel. Laat je horen voor Direct. Yeah. Hey. Goedemorgen. Hey. Zullen we eens even een rondje doen, hè? Okay. Even een rondje liedjes voor de Top 2000. Hè? Want jullie moeten er allemaal even eentje roepen. Als je zegt van nou, als ik nu moet stemmen. Oké.
Eerste wat er in je opkomt. God Only Knows by the Beach Boys. Hé, hey, man aan mijn hart, Spike, dat wist ik al, maar nu nog meer, hè? Theo? Theo? Van Prince. Welke? Controversy. Oh, Controversy. Ook leuk, 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 leuk. Jamie? Paranoid Android. Van de Radiohead natuurlijk. Bas? James Brown en Man's World. Yeah. Welke van James Brown, hè? Man's World. Och, och, och. Paul Jan? Waterloo Sunset. Waterloo Sunset. Yeah, en dan jij nog? Soldier On. Die zagen we niet aankomen. Nee, ik ook niet. Oh, ja, ik kon ja. Ik weet er te weinig van. Nee, maar die vind ik niks. Nou, degene die we nu spelen, op zijn minst hoger dan waar die was vorig jaar. Ja, dit is wel echt een topband, hè. En nou ja, weet je, die nieuwe plaat van jullie, Wild Hearts, daar zit toch een vleugje Warm Drugs in, hè? Ja, we hebben in 2016 hebben we ook een EP'tje uitgebracht. En daar staat ook een nummer op Seesaw. Ja. En dat is ook echt een mega uptempo track. En dat was ook wel inspiring wat dat betreft, The War on Drugs. Ja, ik vind het altijd leuk om heel lang met jullie te praten, omdat het altijd gezellig is. Maar nu heb ik toch het gevoel dat ik naar het nummer wil luisteren, want ik ben zo nieuwsgierig. Ja, zeker. We hebben ook een kwartierversie, dus. Nou, ga lekker je gang. Ik vind het goed, hoor. We hebben nog 16 minuten op de velden staan. Ja. Je schuift ons maar weg, ja? Echt niet. War on Drugs in de uitvoering van Direct. Red Eyes. Direct! En Red Eyes. Oei, oei, oei. Je maakt wat mee, hè, zo. Zo, hé. Lekker nummertje. Wow. Lekker, toch? Ja. Wauw. Met zo'n liedje kan je een uurset spelen. Maar echt. Nou, zeg, vanavond spelen we Red Lights. En een uur later. Dankjewel, dankjewel. Nou, wagen ze een experimentje aan, zou ik zeggen. Och, och, och. Nou, rode lopen oogjes ook hier in de app, hoor. Bij heel veel van onze luistervrienden en vriendinnen. Die hebben hier waanzinnig van genoten, net als wij. Ja, te gek. Het mooie is, wij hebben hier ook heel erg van genoten. Het is altijd leuk om een keer zo'n kleine escapade te doen. En als je dan kan kiezen uit zo'n rijk arsenaal, dan let's go. Lekker, man. Helemaal buiten ademen, zo hoort het. Dank jullie wel. Fijn dat jullie hier waren. Koerhuis Scheveningen, wanneer gaan jullie dat doen op de livestream? Aanstaande vrijdag. Oh, dat schiet al op, joh. Ja, man. Oh, maar het is zo kicken dat we, ja, dat we toch een manier hebben gevonden om in ieder geval onze gigs te doen. En ja, we hebben die plaat uit waar we het al over hadden gehad, weet je wel. En daar gaan we veel van spelen aankomende vrijdag in Koerhuis. We spelen met strijkers daar, met onze blazers zijn erbij. Dus het wordt weer een compleet arsenaal aan heel veel dynamiek en heel veel liefde. En ja, we kijken ernaar uit, man. Ik bedoel, het is de enige keer deze maand dat we live kunnen spelen, los van hier. Ik voel wel een toegifje aankomen. Nou, dat moet je vrijdag. Het is pay what you like. Ja, oh ja, dat die mensen roepen. Red Eyes, Red Eyes. Dat jullie nog een keertje doen, ja. Nou, ja, nogmaals, dank jullie wel. Ja, jullie ook, man. Dank jullie wel. Bedankt. Ja, de mystery guest. Ik ga dit wel missen. Het is natuurlijk altijd, is leuk, altijd leuk om op basis van vijf liedjes te raden wie we aan de lijn hebben. Jeroen, ik zie Lay All Your Love On Me van ABBA. Ja. Dat zal jou plezier doen. Blij van, daar heb ik ook op gestemd. Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper. Oh ja, die heb ik er ook in staan. Nummer Kite Pavers, Jacques Brel. Ilo Cubana van Orishas. Dat zegt mij niks. Volgens mij is dat hip-hop. Okay. Cubaanse hip-hop. The Labyrinth Song van Asef Avidan. Huh? Ja. Dit is. Ik moet gelijk aan Dotan denken. Bent u een man of een vrouw? Ik ben een vrouw. Een vrouw. Dus, goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Ja, sorry. Ja, goedemorgen. Ja, ik val gelijk met de deur in huis. Dotan valt af. Jij bent aan de beurt, Jeroen. Oh, bent u zelf ook werkzaam in de muziekbranche? Moi. Ja, dat is geen antwoord. Moi. Presenteert u op televisie? Ja. Een talkshow? Nee. Dat niet. Oh, dit. Het nieuws? Nee. Zien wij u bijna iedere dag op televisie of zo af en toe? Zo af en toe. Oh, ik hoor het. Wat dan? Maar jij raadt het steeds. Ja, maar ik ben heel goed hierin blijkbaar. Ja, dat... Bent u Katja Schuurman? Ja. Ja! Ja! Nu je het zegt. Oh, wat leuk! Hè? Oh.
Nou, zit je met die stemperformer zit je nog lekkerder in je laag, Kasia. Oh, wat goed. Oh, is dat een stemperformer op? Ja. Praat, ik denk, dan hoor je het meteen. Ja, nee hoor, nee, wij horen dat niet. Oh, wat goed. Wat een leuk gevarieerd lijstje in ieder geval, deze vijf. Ja, het is ook onmogelijk eigenlijk natuurlijk om vijf keuzes te maken. Dus ik denk, dan doe ik maar van alle genres waar ik van hou, dan gooi ik er iets in. Ja, die Orisas, dat is, wat is Cubaanse hip-hop, toch? Het is Cubaanse hip-hop, ja, ik ben verliefd op Cuba. En het doet me ook denken aan de. Ik ben er meerdere keren geweest, alle keren dat ik er ben geweest. En ik dacht, ik doe er ook een paar nummers in die niet iedereen kent. Zoals misschien ook van Asaf Avidan. Ja. Die kennen. Israël, toch? Niet normaal. Als je hem hoort zingen. Nou, je denkt eigenlijk dat je een donkere vrouw hoort zingen, maar het is al een heel iel blank mannetje. Ik heb hem zien optreden ook in Paradiso. Helemaal te gek. Oh, ja. Wow. Ja, het is mooi dat je dan toch dat soort artiesten toevoegt. Misschien ook een tikkie tegen beter weten in. Omdat je wel aanvoelt van ja, de kans dat ze het gaan halen is misschien niet super groot. Maar toch mooi dat je het nu weer even onder aandacht brengt. Ja, precies. Die Lay All Your Love On Me van ABBA. Heb je dezelfde voorliefde voor ABBA als meneer Kijk in de Vechten? Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, nee, dat heb ik niet. Ik vind het. Maar dit nummer. dit nummer, er is een speciale remix van. En ik ben vorig jaar getrouwd in de zomer. En toen mochten we nog allemaal helemaal op elkaar springen. En toen hadden we dit nummer gedraaid. En de preken die stond op het podium, helemaal gekleed en alles. En iedereen stond te springen. Lay all your love on me. Nou, dat was magisch. Ja, kijk, dit is het mooie van de Top 2000. Dat je dan zo'n verhaal erbij, gratis cadeau bij krijgt. Ja. En dat, ik zie het meteen voor me. Het is een fotoalbum aan liedjes eigenlijk, hè? Welke foto hoort dan bij Shallow van Lady Gaga en Bradley Cooper? Nou, daar hoorde een geplande hele leuke avond bij. Maar we begonnen die bij de film. En ik ben daarna ben ik niet meer kunnen stoppen met huilen. Ik vond het zo mooi. Ja. Maar we zouden nog allerlei leuke dingen gaan doen. Dat zat er gewoon niet in. We moesten naar huis, waar ik gewoon echt een paar uur lang. Serieus? Ja. Het klinkt een tikkie labiel, maar het is inderdaad wel een hele mooie film natuurlijk. Hè? Ja, het was ook een verdrietige film. Ja, nee, 100%. Ja. En het talent van Lady Gaga, dat spat gewoon van het scherm af bij die film. Hè? Ongelooflijk. Het is zo mooi om te zien. Ik wou dat ze, het past ook mooi bij de imago, al de uitdossingen vaak. Maar ik vind dat hele pure, hoe ze zich daar laten zien, dat is betoverend. Wij willen deze show afsluiten met Ne me quitte pas van Jacques Brel. Waarom staat deze in je lijstje? Oh, dit is al heel erg lang een van mijn lievelingsnummers. Ik ben een groot fan van Jacques Brel. Ook in de manier waarop hij een nummer kan brengen. Ook als je hem ziet zingen. Dat is echt betoverend. Ik weet dat ze op de toneelschool hem ook als voorbeeld dat hebben. Omdat je hoe hij een beetje betoveren. Gewoon zo'n heel nummer lang. Doe eens even. Ik ben Jacques Brel. Wat zeg je? Ik? Nee, maar ik sta niet op de toneelschool. Oh, jij kan nog niet. Oké, ga door, sorry. Nee, het is dat nummer dan zingen van hem. En de tekst, het is, het doet een beetje pijn. En het is heel, het is mooi. Het is, ik heb altijd, als ik in de liefde, dat je bang bent dat je verlaten wordt. Maar dat er nooit een einde aan het zou moeten komen. Zeker niet als je elkaar lang kent. Dankjewel voor het delen. Yes, graag gedaan. Ik ga hem voor je draaien, Ne me quitte pas. Van de grote Jacques Brel.